draagt 10.000 stappen per dag bij aan een betere gezondheid. Het Radboud UMC doet hier onderzoek naar. Is het dagelijkse doel van 10.000 stappen werkelijk de gouden standaard voor een gezondere leefstijl? Terwijl we dagelijks de stappentellers raadplegen op onze smartwatches en mobiele apps, onderzocht het onderzoeksteam van de Radboud UMC of deze 7,5 kilometer afleggen echt nodig is voor een goede gezondheid. Ik heb soms ook dagelijks gewoon 30.000 stappen gezet op een dag en ik doe een sportopleiding samen met hem. Dus dan bewegen we ook een hoop. En zo komen die stappen er wel, ja. Ik heb wel vrienden die zich daar wel mee bezig zijn, zeg maar. Mijn moeder heeft er wel een paar keer over gepraat dat ik meer stappen moet zetten als ik een beetje een dag binnen zit of zo. Een extra blokje omlopen om die 10.000 op de teller te zien, daar zijn veel mensen mee bezig. Maar waar komt dit getal eigenlijk vandaan? Die komt eigenlijk van van de allereerste stappenteller die is ontwikkeld. Ten tijde van de Olympische Spelen in Tokio, een hele tijd geleden. Als je dat letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dat vertaalt naar 10.000 stappenmeter. En dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Het goede daarvan is dat je een doel hebt om naartoe te streven. Hè? Want als je geen stappenteller en niet dit soort dingen hebt, dan denk je van, ik doe helemaal niks, hè. En nu heb je een smartwatch, je weet dat je hem gekocht hebt en die norm is er dus. Je weet dat je moet bewegen per dag, hè. Alleen 7.000 stappen, dat haal ik echt niet. 5.000-6.000, ik denk dat het wel redelijk is om als norm aan te houden. Maar 7.000 echt niet. Laat staan 10.000. Nou ja, ik denk wel dat de gemiddelde Nederlander meer mag bewegen dan dat hij doet. Of het de 10.000 moeten zijn, weet ik niet. Maar het is mooi om een doel te hebben. Of die 10.000 stappen nou echt nodig zijn, dat was ook de vraag van de onderzoekers. Ze hebben gegevens van 12 wereldwijde onderzoeken samengevoegd, wat informatie bevat van meer dan 100.000 mensen. En die informatie hebben ze opnieuw onder de loep genomen. Toen zagen we dus dat de optimale effecten van het zetten van stappen per dag, dat je die eigenlijk al bereikt voordat je die 10.000 stappen die we nu eigenlijk naleven, dat je die eigenlijk al daarvoor bereikt. We hebben binnen dit onderzoek eigenlijk alleen gekeken naar het risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. En wat we daarbij vonden was dat je ongeveer 7100 stappen moet zetten om het risico op hart- en vaatziekten optimaal te verminderen. Nou, als je verder kijkt naar vroegtijdig overlijden, moet je dus eigenlijk nog een stapje verder. Dan moet je ongeveer 8800 stappen per dag zetten. Maar dat is dus al minder dan de 10.000 stappen die we nu normaal gesproken naleven. De effecten van wandelen of het zetten van stappen, die zijn dus inderdaad breder dan de 10.000 stappen. Dus ik zou ook zeker willen zeggen, blijf gewoon zoveel mogelijk lopen. Kunt u uw stappenteller laten zien? Nou, ik moet zeggen dat de stappenteller op mijn telefoon niet altijd aanstaat. Maar naar aanleiding van dit onderzoek ben ik wel meer mijn stappen gaan controleren en gaan zetten. Als ik toch nog rond de 7.000 à 8.000 stappen zit, maak ik toch nog net even sneller dat blokje om toch die 8800 stappen te halen. Turbines die van een vrachtwagen waren gevallen woensdagmiddag veroorzaakten grote problemen op de snelweg A73 tussen Wijchen en Beuningen. De snelweg was urenlang dicht en dat zorgde voor een lange file. Op beelden is te zien dat blauwe machineonderdelen op een oprit van de snelweg lagen. Het asfalt leek daardoor flinke schade te hebben opgelopen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat kwamen de vrachtwagens die de onderdelen vervoerden in botsing met een personenauto. De weg werd donderdagochtend weer vrijgegeven. De kans is groot dat straks twee keer zoveel mensen op het terrein van de voormalige basisschool Vuurvogel 2 in Malden wonen dan oorspronkelijk bedacht. Woningcorporatie Oosterpoort mikt op een nieuw gebouw met 30 à 35 appartementen. Oosterpoort en de gemeente Heumen hebben afgesproken goedkope huurwoningen op de locatie aan de Schoren te bouwen. Die zijn er nu relatief weinig in de gemeente en volgens de regionale afspraken moeten er veel meer komen. Heel snel zal er nog niet worden gebouwd. Eerst wordt het terrein nog gebruikt voor opslag tijdens een groot riolerings- en hemelwaterproject in de wijk. Het evenement Swim to Fight Cancer, dat aanstaande zondag zou plaatsvinden in de Nijmeegse Spiegelwaal, is verplaatst.
In de spiegelbouw is namelijk een hoge concentratie blauwalgen gemeten, wat zwemmen onverantwoord maakt. Het evenement, waarbij ruim 200 deelnemers geld ophalen voor kankeronderzoek, vindt nu plaats bij Watergoed in Valburg. Waar hoop je op voor die 10 september? Op natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers. We hebben dus inmiddels al meer dan 200 mensen ingeschreven. Volgens mij hebben we al iets van met die 200 mensen en sponsors natuurlijk iets meer dan 100.000 euro opgehaald. Dus we hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Want alle mensen die meedoen kunnen door vrienden, bekenden met kleine bijdrage gesponsord worden. Waardoor we zoveel mogelijk ophalen. Deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden via swimforcancer.nl/Nijmegen. En ook als je deelnemers wilt sponsoren, kun je daar terecht. Volgens Stadspartij Nijmegen is er momenteel verwarring over de inzameling van statiegeldblikjes en flesjes uit prullenbakken, waarbij mogelijk zwerfafval ontstaat. Over de handhaving en eventuele boetes moet de gemeente een duidelijk beleid ontwikkelen. Dat stelt de Stadspartij Nijmegen in schriftelijke raadsvragen aan het college van BMW. Onlangs heeft de partij reacties gekregen van bewoners die bezorgd zijn over de boetes die zijn uitgedeeld aan mensen die blikjes en flesjes uit de prullenbakken halen. De partij meent dat enige coulance op zijn plaats is en vraagt om meer helderheid over wat nu wel of niet wordt beboet. Het Nijmeegse Gebroeders van Limburg Festival kan dit jaar helaas niet doorgaan. Om financiële redenen moet de organisatie het evenement tenminste een jaar in de ijskast zetten. Toch worden kinderen niet helemaal overgeslagen. Deze week is er namelijk een Gebroeders van Limburg Scholenweek. In totaal brengen zo'n 600 leerlingen een bezoek aan het Oude Valkhofpark, Museum de Bastij en natuurlijk het Gebroeders van Limburg Huis. We zijn hier bij de Gebroeders van Limburg Junior Scholendag. We hebben een hele week waarop we iedere dag schoolklassen ontvangen. Zo'n 600 leerlingen gedurende de week in de bovenbouw basisschool. En die nemen we mee in het rijke leven van de Gelderse Gouden Eeuw, de late middeleeuwen. De Scholenweek staat vooral in het teken van de middeleeuwen in Gelderland. Ook wel de Gouden Eeuw van Gelre genoemd. En dat is iets dat waarschijnlijk niet zo snel wordt besproken tijdens de geschiedenislessen op school. Ja, dat gevoel hebben we soms wel. Het is een lange tijd vergeten geweest. En we zetten ons daar eigenlijk het hele jaar voor in. En we vinden het ontzettend leuk dat we dat nu deze week samen met Museum de Bastij en vrijdagmorgen met Kasteel Doornenburg toch weer onder de aandacht kunnen brengen van die kinderen. Omdat we het gevoel hebben dat dit een periode is waar we eigenlijk heel weinig over weten. In het westen van het land hebben we natuurlijk altijd over de Hollandse Gouden Eeuw. Maar goed, in de tijd dat wij hier onze bloeitijd al hadden, zo'n 200 jaar voor die Hollandse Gouden Eeuw, was dat westen van het land gewoon nog een moerasgebied. En daar weten we eigenlijk heel weinig over. Of tenminste, we weten er heel veel over, maar kinderen leren er vaak heel weinig over. En het is iets wat we in de schoollessen vaak wat minder behandelen. En dat terwijl we gewoon echt een enorme bloeiperiode hier hadden. De grootste kunstenaars uit de late middeleeuwen komen hier vandaan, uit die periode van die Gelderse Gouden Eeuw. We doen van alles. Dus de kinderen hebben allemaal verschillende workshops die ze kunnen doen. Een aantal kinderen leert zwaardvechten, zoals je hier achter mij zo ook kunt zien. We hebben muziekworkshops, we gaan met kinderen tekenen. Kinderen gaan de stadswaard in, waar ze leren over de duurzame middeleeuwen. En leren ook hoe je met materialen uit de natuur lekker kan eten. Zelf kruidenboter maakt, wat je allemaal kan eten. Waardoor we ze ook laten zien dat we in de middeleeuwen wat dichter bij de natuur stonden dan tegenwoordig. We leren heel veel over de middeleeuwen en het is ook heel gezellig en leuk. De Gebroeders van Limburg zijn de inspiratiebron geweest voor deze dagen. Drie kunstenaarsbroers die hier vandaan komen en al op hele jonge leeftijd laten zien hoe goed zij zijn. De oudste twee waren 14 en 17 toen zij al naar Parijs gingen om daar in de leer te gaan bij een goudsmid en uiteindelijk te werken voor het Franse Hof. We vinden het ontzettend leuk om kinderen al op zo'n jonge leeftijd te laten zien hoeveel je kan doen en hoeveel je kan bereiken. En vandaar dat we deze broers als middelpunt hebben gepakt. Dan kijken we nog even naar de berichten die op de sociale media werden gedeeld.
Gemeente Overbetuwe laat weten dat ook Randwijk en Slijk-Ewijk dit najaar zullen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Deze week starten de graafwerkzaamheden in Randwijk. Als Randwijk klaar is, is Slijk-Ewijk aan de beurt. Wethouder Wijn te Hol noemt snel internet een belangrijke basisvoorziening voor de inwoners. Als deze twee dorpen zijn aangesloten, hebben bijna alle bewoners van Overbetuwe de mogelijkheid gehad om aangesloten te worden op glasvezel. Gemeente Nijmegen is op zoek naar Nijmeegse helden. Zo valt te lezen in hun Instagram-story. Het gaat hierbij om kinderen die voorgedragen kunnen worden voor de jaarlijkse kinderlintjes. Kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud kunnen hiervoor in aanmerking komen als ze bijvoorbeeld langdurig behulpzaam zijn geweest. Iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving of de stad of een voorbeeld zijn voor andere kinderen. Op 20 november is het de dag van de rechten van het kind. De woensdag daarvoor zal de burgemeester Behuls deze kinderlintjes uitreiken. Brandweer Elst laat met een aantal foto's op Facebook zien dat hun werk meer omvat dan alleen brandjes plussen. Onlangs kwamen ze bijvoorbeeld in actie omdat er een schaap te water was geraakt langs de Weteringse Wal bij Elst. Het dier was vermoeid en kon niet op eigen kracht de kant op klimmen. Uiteindelijk heeft de brandweer het schaapje weer op het droge gekregen en maakt het dier het weer goed. Ook vandaag hebben we weer een tropische dag achter de rug, met volop zon en zo'n 31 graden in de regio. En het lijkt erop dat de temperatuurdaling die eraan zit te komen toch steeds iets langer op zich laat wachten. Oorspronkelijk zou het vanaf zaterdag iets afkoelen, maar momenteel belooft het zeker tot en met maandag nog 30 graden of warmer te worden. Morgen sowieso nog volop zon en wederom 31 graden. De dagen erna blijft het dus nog flink warm. Wel zien we dat de luchtvochtigheid wat toeneemt, waardoor het nog iets benauwder zal aanvoelen. Ook de minima komen wat hoger uit, met een piek van 19 graden in de nacht naar maandag. We spreken dan toch echt wel van een plaknacht. In de loop van de volgende week zal de temperatuur flink kelderen, dus voor nu is het nog even volop genieten. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 7 september. Volg ons ook op Facebook, X en Instagram via RN7 Online en houd voor het laatste nieuws onze website en app in de gaten. Graag tot morgen!